Yo, Nintendo fans! De Super Mario 3D collectie komt bijna uit. En om in de sfeer te komen, ga ik een oude Mario game spelen. Wij spelen Super Mario Bros. 2. En ik weet helemaal niks van deze game. Ik begin met Luigi. Deze game had ik namelijk vroeger helemaal niet. Ik heb deze vroeger nooit gespeeld. Nou, ik kan niet zeggen nooit gespeeld, maar ik kan wel zeggen bijna nooit gespeeld. Ik had hem namelijk niet, dus ik moest altijd naar de videotheek of zo om deze te spelen. En volgens mij hadden mijn vrienden deze ook niet, dus nee, vroeger heb ik deze eigenlijk nooit gehad. Anyways, we gaan kijken hoe ver we kunnen komen in 15 minuten spelen. Hoe moet ik dit ook weer pakken? Moet ik nu naar beneden drukken of zo? Of hoe pak ik dit ding? Oh, zo pak ik dit ding. En hoppakee, ja, dan lekker. Ja. Top! Dit is hartstikke leuk, moet ik zeggen. Ik moet alleen wel een beetje aan de knoppen wennen, merk ik. Ik ben een beetje aan het falen. Eigenlijk moet ik denk ik maar... Ja. Leuk spel. Eigenlijk moet ik maar gewoon lekker een beetje doorrennen, wou ik zeggen. Wedden, we gaan weer game over, net als bij Mario 1. Wedden? Wedden dat het helemaal niet goed gaat? De besturing in ieder geval, die is niet echt aan mij besteed. Dat merk ik al. Oké, jump. Jump, ja, top. Ja, lekker. Deze kant op. Ja, en dan... Je kan ook gewoon rustig aandoen, Rick. Kijk, dan spring je gewoon rustig hierop, zo. En dan is er helemaal niks aan de hand. Precies. Precies, Rick. Misschien moet je gewoon even lekker rustiger aan gaan spelen. Hoppakee. Ja, top. Kijk, dan doe je het gewoon zo. En dan pak je hier die one-up. Kijk, dat is lekker. We hebben in ieder geval weer een uppie erbij. Maar de bedoeling is natuurlijk dat als je snel wil spelen, dat je dan ook snel speelt. en dat je niet gaat lopen treuzelen, zoals wij nu doen. Ja, ja, ja. En dan, ja, spring. Klim maar. Klim maar gewoon. Ja, goed zo, Luigi. Klim maar gewoon lekker zo omhoog. Misschien hadden we niet Luigi moeten kiezen. Kunnen we trouwens hier kijken? Is dit slim? Is dit slim dat we hier naartoe gaan? Is dit misschien een shortcut? Ik heb dit gezien net. Als je zo kan bukken en dan moet je springen. Ja, zo. En dan op. Oh, hoe werkt dit? Welke knop moet ik dan drukken? Moet ik die andere knop drukken of zo? Oh, kijk, kijk. Ja, top. Dit ging snel. Oké, Luigi. Lekker bij... Ja? Oké, spring maar even op die... Spring nou even op die shy guy. Toppie. Dit spel is zo niet aan mij besteed. Oké, gooi. Oké, we waren veel te vroeg. Ja, dit is dus wel een shortcut. Ik moet wachten. Zo. Ja, kijk, kijk. Nu kunnen we hierin. Lekker! Oh, er ligt nog een bom gewoon. Nou, weet je wat? Ik pak gewoon dit deurtje. Nice. Gaan we even hier omhoog? Waar komen we uit? Oh, dit is de boss battle of zo. Ja, nu moeten we deze even verslaan. Hallo. Oh, dit wordt nog een klus met Luigi. Die jumps van Luigi, die zijn een beetje gek. Ja, nice. Ik heb er één. Gooi hem op zijn... Oh, dan moeten we hem alleen maar even recht gooien. Ja, dit gaat heel lang duren, jongens. Ik denk dat jullie sneller zijn in 15 minuten. Zo, ik zou je sowieso aanraden om misschien niet Luigi te pakken. Oké, ja, top. Gooien. Lekker. Nog één keer, denk ik. Nog één keer. Gooien. Heerlijk. Ja, hoor. Kijk, dan hebben we dit ding. Ja, en dan gaat die back open van de base. Hoppakee. Nou... Kijk eens hoe snel we gingen. Ik denk dat ik even niet meer Luigi pak, jongens. Ik denk dat ik even voor Mario ga. Oké, wat vliegt hier allemaal rond? Ik denk dat het handig is als wij daar... Ja, we moeten erop springen. Misschien moeten we sowieso erop springen. Misschien is dat wat we moeten doen in dit level. Ja, kijk, kijk. Gooien we die even weg. Gaan we lekker... Oké, ik wou zeggen gaan we even lekker zweven. Dat is ook precies de bedoeling wat we, wat we moeten doen. Oh... Ja, en dan heb je geen tapijtje meer ineens. Lekker bezig. Spring de... My goodie. Kom op, Mario. Ik ben beter van je gewend. La, 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 la. Beter van je gewend, maar dat gaat niet zo goed vandaag. En een tempootje. Laten we vliegen. Steeds een beetje lager. En dan ontwijken. Dan zijn we hier gekomen. En dan gaat het wel goed. Ja, dan gaat het goed. Ja. La, 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 la. Waarom hebben we dit? Waar moeten we dit gebruiken dan? Moeten we dit hierop gooien? Oh, top. Moeten we dit hierop gooien? Oh, kijk, pannenstoel. Ja, lekker. Hebben we hier een wortel of iets? Of een radijsje of whatever it is? Ja, lekker. Oh, en we hebben geen sleutel. Waar haal ik die sleutel vandaan dan? Hier? Ja, oké, dit ziet er niet chill uit. Spring! Weg! Lekker! Oh, nu worden we alleen wel achtervolgd door iets. Ik weet alleen niet wat... Oh, het is al weg! Het is al weg! Lekker! Oh, het was helemaal niet weg. Oh, gaat het doorheen? Ja, lekker. Ging per ongeluk weer terug. Dat is niet de bedoeling. Hé, ster! Ster! Pak de ster! Nice! Dan kunnen we gewoon hier op die bom staan. Dat is ook leuk. Oké, moeten we een bom op hem gooien? Ja, ik denk het wel. Want ik met een bom hier... Dit gaat helemaal niet goed. Dit gaat helemaal niet goed, jongens. Spring er doorheen. Ja. Gooi hem. Ah, nee!
Oh, we konden ook gewoon bovenlangs. Jemig Rick, ben je zo noob in Mario 2? We gaan even lekker hier naar boven. We konden dus ook gewoon rustig aan hier een bommetje gooien. Zo. En dan pak je nog een bommetje en die leg je ook rustig hierop. Hoppakee. En dan is er helemaal niks aan de hand. Dan kan je gewoon lekker zo door. Kan je even dat kerstje pakken. En ja, dan kunnen we gelukkig hier doorspringen. En dan zijn we weer in het volgende stukje. Nice. Laten we doorgaan naar het volgende stukje. Oh nee, boss battle. Boss battle. Oh, het is weer met zo'n birdie. Hallo? Top. Dank u. Dank u. Hier. U heeft hem terug. U krijgt hem terug. Hier. U krijgt er nog één terug. Alsjeblieft, meneer, mevrouw. Hoppatee. Bam. Die boss battles gaan wel redelijk soepeltjes. Nou, de rest van de levels nog. Laten we Peach eens even pakken. Holy crap, Peach ziet er eng uit. Zag je die ogen van Peach? Lijkt wel Peach uit Origami King, joh. Oké, hoe gaan we dit doen? Je kan zo zweven met Peach. Moet je hem ingedrukt houden? Ja, dan moet je de springknop ingedrukt houden. Dus op deze manier. Ik ga gewoon lekker door, denk ik. Let's go. Oh, we hebben hier weer een speciaal dingetje. Waar moet ik die opgooien dan? Dat weet ik toch helemaal niet. Waar moet dit? Hoe moet ik nou weten waar ik dit ding in neer moet gooien? Dat weet ik toch allemaal niet. Moet die hier neer gooien? Is dit de plek? We hebben hier in ieder geval wel dit. Ja. En een kersie. Als ik hem pak. Ja, ik pak hem. Hoppakee. Ik heb een continue, blijkbaar. Ik heb twee continues. Ik heb twee continues. We kunnen door. Of niet? Want we beginnen gewoon weer in wereld 1. Nee! Waarom kan ik dit niet? Waarom zijn deze... Waarom was gamen vroeger moeilijk? Nu ga je nooit meer kapot. Als je Super Mario Odyssey speelt, is er helemaal niks aan de hand. Dit kan je geen eens game overgaan. Kijk naar die games van vroeger, hoe dat ging. Ik denk dat we het concept van deze video's aan moeten passen. Niet naar hoe ver kom jij in 15 minuten... Nee, het concept gaat worden... Hoe vaak kan jij game overgaan in 15 minuten? Zullen we dat doen? Dat gaat ons beter af. Ik heb nu wel een leven. Dat is wel chill. Rappetapidimpimpampara. Ga dan gewoon naar binnen, Peach. Ik druk toch op die knop, joh. Ik druk potverdorie op die knop en nog gaat ze niet naar binnen. Kunnen we nu hier alsnog naar boven? Ja, dat kan wel. Oké. Okay. Oh my... Dit is niet leuk meer. Dit is gewoon niet leuk meer. Anders ga je gewoon nog een keer extra dood, joh. Je hebt net toch een extra leventje gepakt, Peach. Hè? Dan ga je gewoon nog een keer dood. Ik bedoel, we hebben toch extra leven. Hè? Dat maakt dan toch allemaal niet meer uit. Tjongejonge. Ja, goed gesprongen, hoor, Peach. Ik ben heel trots op je dat je deze jump kan maken. Ik ben zo ontzettend trots. Gooi die bom anders even. Oh my... Ja. Ja. Kunnen we hier doorheen? We zijn nu mini-Peach, toch? Kunnen we gewoon hier... Nee? Nee? Nee, game? Nee, dat laat je niet toe. Unbe-freaking-leavable. Oké, we zijn er weer door. Alleen, we zijn wel alweer twee levens kwijt. Dit gaat fantastisch. Dit gaat super fantastisch. Wat? Hoe dan? Weerkaatste die bal op die muur of zo. En ging ik toen dood... Wat een spelletje. Wat een spelletje. Gamen, jongens. Gamen was vroeger in 1990 of 1988 toen deze game uitkwam. Gamen... was meedogenloos. Dat deed je niet voor je hobby. Echt niet. Dat deed je alleen om stoer te zijn. Om te zeggen, ey, ik ben al in level 4, jongen. Ik ben al in level 4. Ik kom daar gewoon. Jij haalt dat niet. Wat een spelletjes waren die Mario's vroeger, joh. Holy... Oh ja, anders pak je ook nog even de verkeerde knop, Rick. Dan spring je er weer lekker af. Hè? Je bent toch al zo lekker bezig vandaag. Oké, het zou chill zijn als hier inderdaad een leven zou zijn. Dat zou echt super relaxed zijn. Maar er is geen leven. Er is alleen wel een paddenstoel. Ja, maak het deurtje maar open. Nice. Oh, oh. Oh, zag hoe goed dit ging. Zag je het? We leren het wel. Ja, jongens, zoals ik al zei, hè, dit is de eerste keer dat ik deze game speel in 20, misschien wel 30 jaar. Ik weet hier helemaal niks meer van. Echt niet. Kan ik hier omhoog? Ja, dat moet waarschijnlijk via... Ja, via deze guys. Ook moet ik hier weer bukken? Moet ik hier mijn buck move doen? Hoppakee, buck move. Oké, boss battle poging 2. Ja, deze... Maar deze... Die boss battles, die gaan wel aardig. Het is zo jammer dat de rest van de levels niet lukken. Yes! Nice! Pak hem! En door. Nu zijn we op hetzelfde punt als net. Toen gingen we dood volgens mij ergens in dit level. Zal ik hem anders hier even neergooien? Misschien is hier wel wat leuks te beleven. Kijk, we hebben een paddenstoeltje erbij. Toppie. En ga maar terug, Mario. Kunnen we hier in deze buis? Holy crap. Die ninja guy. Ik weet niet wat hij aan het doen was, maar die ging even als een malle. Kijk. Kijk. Nu zijn we verder, jongens. Hier waren we net niet. Ja, lekker. Gaan we lekker hier naar boven. Ja, chill hem. Chill hem. Chill hem harder. We moeten hier een stapel van maken, denk ik. Ja. Dit doe je goed, Rick. Dit doe je top. Oh, wacht. Kunnen we ook naar beneden? Ja, waarom zouden we naar boven gaan als we ook naar beneden kunnen? Kijk. Kijk eens.
We gaan nog even verder naar beneden. En dan komen we hieruit. Ik heb geen idee waar we naartoe gaan. Ik dacht dat het de bedoeling was dat we naar boven... Oh, we moeten alsnog naar boven. Oké, hoe leggen we dit neer? Bukken? Ja, bukken. Oké. Oké, bukken en... Nee. Nee, je moet hem erop leggen, Mario. Oké, stilstaan. Goed zo. Lekker gestapeld. Kunnen we nu deze jump maken? Hoppa. Gaan we hier naar boven. En korte jump. En nog een korte jump. Ja, kijk dan. Ja, zo doen we dit. We kunnen het wel. We komen er wel. Nou moeten we hier even de sleutel stelen. Ik wil alleen niet tegenaan springen. Stelen! Wegwezen! Lekker, Mario! Vallen! Oh, ja, vallen wou ik. Oké, door en door. Wedden dat we alsnog geraakt gaan worden door iets? Door iets gewoon, hè? Door iets randoms gaan we geraakt worden. Wat als ik deze, gewoon, deze sleutel telkens weggooi? Misschien worden we dan niet meer achtervolgd. Als ik die op zijn bakken gooi, wou ik zeggen. Dat lukt ook. Dit was skill, hoor. Dit was totaal de bedoeling. Kijk! Sleuteldeur. Hoppa! Moeten we het alleen nog even zien te halen. Want ik zie mij er ook wel weer voor aan dat ik nu mijn laatste hartje kwijtraak eigenlijk. Dat zie ik alweer helemaal gebeuren. Waarom pak ik eigenlijk die kerstjes? Waar zijn die kerstjes voor? I really don't know, man. Ik zou het echt niet weten. Ga ik even onderlangs? Ja, laten we onderlangs gaan. Freaking ninjas. Ja, we hebben weer een level gehaald. Lekker. Oké, hier gaan we dood, denk ik. Ik denk dat we hier dood gaan. Dit is een... Oh. Oh, oh, wat is dit voor baas? Deze baas gooit ook bommen. Moeten we die bommen teruggooien? Oh, dat is wel leuk. Oké, we kunnen nu chillen. Gooi maar een bommetje. Nee, ja, niet daar. Nee, gooi hem even... Nee, gooi hem hier dan. Gooi... Ja, goed zo. Gooi hem hier, dan kan ik hem even pakken. Dacht ik... Ik heb echt meer oefening nodig voor deze video's. We gaan oefenen op twitch.tv/Rickachu. Ga me daar volgen. Ik wil beter worden in deze oude Mario games. Doe een duimpje omhoog en abonneer als je me vaker wil zien falen. En dan zeg ik, tot de volgende video. Mazzel.